Zet hem op. Ja, nee, dankjewel. Niemand die Engels spreekt? No English speakers? Ja. Nee? Ja, nee, maar ik bedoel dan doe ik het gewoon in het Nederlands, want dat vind ik toch makkelijker. Nou, mijn naam is Dennis Baten. Ik ben freelance security consultant en ik sta hier vandaag namens internet.nl. En ik ga jullie eerst kort even iets vertellen over internet.nl, wat we zijn en wat we doen. En daarna gaan we het over de leuke technische dingen hebben, namelijk Deen voor SMTP. Klikken de klik. Dus het demo-effect. Even kijken, zo. Nou, dan doen we het gewoon zo. Nou, wie zijn wij? Wij zijn de Dutch Internet Standards Platform, zo noemen wij onze virtuele organisatie. En zeg maar, ik denk dat we, als ik zo even uit mijn hoofd zit te denken, een man of 7, 8, dat vormt toch wel de kern van het internet.nl-team. En daar zit natuurlijk wel weer een wat bredere schil omheen, hè, met allemaal andere partijen die met ons meedoen of platformlid zijn. Het is een publiek-private samenwerking, hè, dat vinden we leuk. Dus het is de overheid die samen met bedrijfsleven, hè, we hebben veelvuldig afstemming over ja, welke kant gaat het op met internet.nl. En we proberen ook iedereen actief te betrekken bij hetgeen wat we doen. En ons doel is eigenlijk simpel. Wij willen graag de adoptie van moderne internetstandaarden stimuleren. En dat doen we dus onder andere door het opzetten van de website internet.nl, wat een testplatform is waarin je kunt meten tegen een x-aantal standaarden hoe goed dat je het op dit moment doet. Dus nou, we doen heel veel dingen. En een van de zaken is, dat is onze tool internet.nl. En dat kun je hier al een beetje zien. Dus je ziet hier, je kan een website-test doen, je kan een e-mail-test doen en je kan je connectie testen. En voor de e-mail en de website hebben we dan ook Hall of Fames. Dus daar kom je dan heel mooi in terecht. Op het moment dat je 100% scoort bij de website-test, dan kom je in de Hall of Fame terecht voor de website-test. En sinds een aantal maanden hebben we ook een Hall of Fame voor hosters. En dat zijn eigenlijk hosters die zeggen van, hey, iemand die bij mij klant wordt, die kan 100% scoren op internet.nl. Dan kunnen wij dat voor je regelen. We hebben natuurlijk een bepaalde testnorm, hè, want we moeten natuurlijk bepalen van nou, wat meten we, hoe meten we dat en welke scoren geven we eraan. En we kijken daarvoor eigenlijk naar een drietal zaken. De comply or explain list van het Forum Standaardisatie. Naar adviezen van het NCSC. En naar relevante RFC's van IETF. En onze stuurgroep, die kijkt daar dan naar en dan bepalen we op basis daarvan zeg maar een bepaalde scope. Daar komt een normenkader uit en daar gaan we dan een test voor bouwen. Nou, als je een e-mailtest zou doen, dan ziet dat er ongeveer zo uit. En dan heb ik even het stukje voor de beveiligde mailserververbinding heb ik het heel even uitgehaald. Je ziet daar aan de linkerkant eigenlijk de hoofdcategorieën die in dit geval allemaal groen zijn, met een mooie 100% score eraan vast. En hier zie je dan van de TLS-verbinding en certificaat en van Deen, waar we natuurlijk wat later over gaan hebben. Ook daar zie je natuurlijk allemaal groene vinkjes. En dit is eigenlijk het overzicht wat je wil hebben, vind ik. Precies. Dan hebben we ook nog een API. Want op een gegeven moment kwam er eigenlijk een beetje de vraag van ja, die tool van jullie, dat internet.nl, dat is wel leuk, maar ja, ik beheer zo'n 350 domeinen, soms zelfs wel een aantal duizend. Ik vind dat nogal omslachtig om dat voor ieder domein apart iedere keer in te gaan typen, dat bij te houden in een Excelletje. Dus dat dachten we van, nou, dat moet beter kunnen. Dus we hebben een API gebouwd, daar met een post request stop je daar een heel lijstje met domeinnamen in. Dan moet je even wachten en dan kun je met een get request krijg je zo een hele JSON output terug. Daar kun je zelf een parser voor schrijven of dat parsen in je eigen software. Maar je kan daar tegenwoordig ook ons dashboard voor gebruiken. En ons dashboard is eigenlijk niks meer dan een grafische schil die tegen die API aanpraat. En op die manier ook die resultaten bijhoudt. En ik heb hier wat screenshots van het dashboard. Dus je kan lijstjes maken met domeinen. Dan kun je een scan starten. En als je dan eigenlijk klaar bent, dan krijg je eigenlijk het overzicht, een beetje zoals je dat hier ziet staan.
Ik heb hier de domeinen die dan niet 100% scoren, heb ik heel even bovenaan gezet. En dan zie je eigenlijk op de hoofdcategorieën al groene vinkjes of rode kruisjes. En daar kun je dan weer op doorklikken. En op het moment dat je daarop doorklikt, dan krijg je weer steeds meer details. Eigenlijk precies hetzelfde zoals je het ook op de internet.nl-website ziet. Die API en het dashboard is helaas nog niet voor iedereen. Op dit moment is die voor onze platformleden, voor de overheid en non-profit organisaties. En ook voor leden van de Dutch Cloud Community en de Vereniging van Registraars. Dus hosters die lid zijn van een van die laatste twee, die melden zich ook in toenemende mate bij mij met de vraag, mag ik een account? Want dan kan ik mijn hele klantenbestand, als het ware al die domeinen, gewoon eens er doorheen halen. En daar zijn we dan natuurlijk heel blij mee, want daar doen we het juist voor. Alles wat we doen is open source. Onze hele code van internet.nl en ook van het dashboard en alles, dat staat allemaal op GitHub. We zien ook dat in andere landen, op andere plekken, dat men daar gebruik van gaat maken. Er zijn meerdere initiatieven, maar degene die ik het beste ken is van onze Deense vrienden. Ik kan het niet goed uitspreken. Sikkerpanetet.dk. Als je daar naartoe gaat, dan zie je iets wat heel erg lijkt op internet.nl, alleen dan in een andere taal. En zij hebben dan natuurlijk de mogelijkheid, als je de hele codebase neemt en je bouwt je eigen internet.nl instance en je bent wat handig, dan kun je natuurlijk je normen natuurlijk ook aan gaan passen. En we zijn heel actief op social media, met name mijn collega is heel actief daar. Als je dat leuk vindt, vooral op Twitter is hij heel actief, volg ons en dan krijg je altijd het laatste nieuws gerelateerd aan internet.nl. Daarnaast maken we ook how-to's. Want op een gegeven moment liepen we het een beetje vast. Ik doe zelf de supportdesk van internet.nl, dus doe ik al een jaartje of 4, 5. Dus mensen die vragen hebben over de standaarden of vastlopen met de implementatie of whatever, die komen dan bij mij en dan heb ik gelimiteerd de mogelijkheid om ze te helpen. Ik kan natuurlijk niet zeggen van ik kom wel langs en ik implementeer het wel even. Er zijn grenzen. Maar voor zover dat binnen het schappelijke ligt, ga ik ze dan proberen te helpen. En op een gegeven moment zagen we wel dat er heel veel dezelfde vragen binnenkwamen of partijen die maar toch een beetje blijven hangen, omdat ze het niet helemaal overzien wat zo'n implementatie nou precies inhoudt. Hoeveel werk is dat nu? Dus we zijn voor verschillende standaarden how-to's gaan maken. Ook die staan allemaal op GitHub. We hebben ook geprobeerd om daar de community bij te betrekken. Dat was toch nog wel interessant, moet ik dat zeggen, dat was een goed leerpuntje. Want ik heb gewoon gemerkt dat het heel lastig is om even een groep mensen bij elkaar te zetten en daar een stempel op te drukken en te zeggen, wij gaan nu samen how-to's maken. De eerste poging, er gebeurde eigenlijk helemaal niks. Totdat ik begon te schrijven en eigenlijk zelf. En dan werd, wat wel goed werkt, is dat mensen feedback op iets kunnen geven. Dus een ei keuren is toch makkelijker dan een ei leggen, om het zo maar even te zeggen. En dat zag je hier heel duidelijk terug. Dat was echt wel een leermoment. Tot de nodige frustratie aan toe, want dan ben je maar aan het mailen en het mailen. En jongens, heeft er nog iemand iets? Misschien is het goed dat jij dit doet. Hè? Dan probeer je het op te knippen in hokjes, maar is heel lastig. Iedereen mag meedoen, staat op GitHub. Dus als iemand nu denkt, hey, dat vind ik leuk, feel free to contribute. Waar werk je dan op dit moment aan? Het zijn eigenlijk heel veel dingen. Ik heb hier even wat screenshots gemaakt van zowel het dashboard als internet.nl. Dan zie je ook dat er bijvoorbeeld nu 128 open issues zijn, maar er inmiddels ook al 406 zijn gesloten. Dus we kijken natuurlijk continu naar kleine dingen die we tegenkomen, kleine improvements, bugjes waar we tegenaan lopen. Dat zetten we neer. Die how-to's, dat krijgt continu aandacht. Dus zodra ik weer ergens wat tegenkom, dat ik denk, dat wist ik nog niet of dat staat er nog niet bij, dan pas ik die how-to daarop aan. En we hebben heel recent een nieuwe versie van ons dashboard ook gepubliceerd. Wat daar nu heel erg leuk aan is, is dat je public reports kunt gebruiken. Dus je kan een meting doen in je dashboard met 100 populairste domeinnamen van Nederland, ik noem maar even iets. En dan kun je die ook, dat rapport, publiek delen. Want normaal heb je met je account, kun je inloggen en dan kun je alleen maar de rapporten zien als je dus daadwerkelijk inlogt met je account. Maar nu heb je dus de mogelijkheid om een report te publiceren en die URL dus met iemand te delen.
En we zijn natuurlijk ook met nieuwe dingen bezig. We zijn een beetje nu aan het onderzoeken of we zo'n accessibility test, of we daar iets mee kunnen. Maar daar blijkt wel de nodige complexiteit achter te zitten. Ik ben daar zelf nog niet heel actief bij betrokken, maar met name onze developers zijn daar heel erg mee bezig. We zijn bezig met een RPKI-check. En dan niet zozeer op de connectie, maar met name zijn de IP-adressen ook voorzien van zo'n RPKI-validatieding om dat BGP-protocol wat veiliger te krijgen. En we stoeien al een tijdje met een interactieve mailtest voor onze API-omgeving. Want wat we nu doen, je voert je domeinnaam in, dan worden er een aantal checks uitgevoerd. Maar bepaalde dingen kunnen we dan niet controleren, omdat je daarvoor eigenlijk daadwerkelijk e-mailverkeer tot stand zou moeten laten komen. Maar dat betekent dus ook dat je e-mailadressen moet invoeren, dat mensen daar ook een instructie moeten krijgen, dat ze een reply moeten geven op dat e-mailadres. Daar zit nogal wat procesmatig gebeuren bij. Dus vandaar dat we dat eerst in de API-omgeving gaan bouwen en later bedenken of dat ook een feature is die we naar internet.nl willen toetrekken. Want de API-omgeving is natuurlijk wat meer gesloten, is een wat beperktere groep en daar kun je dat veel beter mee afstemmen. En als je dan meer wil weten over onze toekomstplannen, we maken ook milestones en allemaal planningen in GitHub. We werken met releases, dus dat kun je allemaal bekijken. Nou, een van de standaarden die we actief stimuleren, dat is Deen. Dus ik zou zeggen, laten we daar eens over hebben. Het ecosysteem, ons e-mail-ecosysteem wat we kennen, is eigenlijk flawed by default. Daar zitten gaten in. Het is niet 100% veilig. Het SMTP-protocol van oudsher, daar zit natuurlijk nul security in. Want toen het ooit gebouwd was, ja, toen speelde dat niet. Dat kwam natuurlijk pas later. Dus integriteit en vertrouwelijkheid van e-mailverkeer kan niet worden geborgd. Er zijn ook allemaal dingen bedacht later. Van, misschien als we dit toevoegen en dat toevoegen en zus en zo, dan wordt het beter, wordt het veiliger. Dat is ook gebeurd, maar dat is eigenlijk nog steeds niet genoeg. Want we kennen nu Start TLS, daar ga ik zo meteen over hebben. Maar je gaat zien in de voorbeelden zo meteen dat het niet voldoende is om die integriteit en die vertrouwelijkheid te borgen. Dus Deen is de next and final step, zoals ik het hier heb opgeschreven. Maar dat moet je natuurlijk zien in de context van het e-mailtransport. Dus van de ene mailserver naar de andere mailserver. Daarbuiten kunnen natuurlijk nog weer nieuwe risico's zijn, et cetera. Als je eindgebruikers hebt die gewoon een webinterface hebben waar ze de mail checken en geen MFA en welkom 01 als wachtwoord, ja, dan is je vertrouwelijkheid nog steeds een issue. Maar dan is het in ieder geval veilig van A naar B gekomen tussen de mailservers in. Nou, waar staat Deen dan voor? DNS-based authentication of named entities. En in de RFC zie je dan hele mooie definities staan, die ik hier even schuin gedrukt heb staan. Dat komt er eigenlijk op neer. Je kan certificaten verifiëren met informatie uit de DNS. Dus je hebt, het kan wel, maar het hoeft niet, je hebt geen certificate authority meer nodig. En belangrijk, DNSSEC is een vereiste. Want als jij informatie uit DNS gaat halen om betrouwbaarheid vast te stellen, dan moet je het verkrijgen van die informatie moet natuurlijk ook op een veilige manier gebeuren. Anders kun je die keten van betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid niet borgen. Nou, je hebt Deen eigenlijk in twee smaken. Deen voor het web en Deen voor SMTP. We hebben het vandaag met name over de laatste. Deen voor het web, ja, ik vind het jammer dat ik het moet zeggen, maar in principe kun je dat voorlopig vergeten, want browsers ondersteunen dat niet. Je ziet het ook terug in ons scoringsmechanisme. Als je geen Deen voor web hebt, dan krijg je geen puntenaftrek in de procentuele score. Dan krijg je gewoon een blauw i'tje van ja, je hebt het niet. Maar ja, het is ook niet zo'n grote ramp, want de standaard is nog niet zodanig geaccepteerd als Deen voor SMTP. En dat gaat gelukkig goed. Gaat steeds hoger en hoger. En we zitten nu ongeveer 3 miljoen domeinen die een MX-record hebben, waarvan mailserverdomein voorzien is van een TLSA-record. Wat doet Deen dan, als we wat dieper gaan kijken? Nou, Deen neemt eigenlijk twee risico's weg. En dat zijn de risico's die ik hier heb beschreven. Als je gaat kijken naar regulier e-mailtransport, als je Deen buiten beschouwing laat, maar wel Start TLS meeneemt, dan gebeurt eigenlijk het volgende. Eerst gaat de versturende mailserver die gaat een mail sturen naar de ontvangende mailserver en dan gaat hij een lookup doen.
En dan zegt hij, nou, doe mij maar het MX-record van de example.nl. De mailserver van example.nl. Nou, dan komt het antwoord terug. Vervolgens bij puntje 3 wordt er een onbeveiligde verbinding opgezet. En pas nadat de ontvangende mailserver heeft teruggestuurd, maar hey, luister even, ik ondersteun ook een veilige verbinding op basis van TLS. Pas daarna wordt een TLS-verbinding opgezet bij punt 5. Dat hele concept, dat noemen we opportunistisch. Start TLS is een opportunistisch protocol. En dat betekent dat encryptie pas wordt toegepast nadat het eerst door beide partijen overeengekomen is dat het kan en mag. Dan zit daar nog iets bij. Want SMTP-servers by design valideren ook niet het certificaat wat een andere mailserver aanbiedt. Dat doen ze niet, want de middelen om dat te verifiëren, het gaat natuurlijk allemaal geautomatiseerd. Hè. Een user die kun je nog een waarschuwing geven als het niet klopt, heel plat gezegd. Maar hoe doe je dat in een e-mailcontext? Dus er is niks voor om dat goed te valideren. Ja, of je moet lijsten gaan bijhouden, hele grote lijsten, maar die moeten dan ook altijd kloppen voor ieder detail. Dat is natuurlijk niet te doen. Ja, dus ieder willekeurig certificaat is geaccepteerd. Daarom zie je ook nog steeds veel mailservers waar zo'n standaard oil snake, weet ik veel wat erop staat, met zo'n certificaat zeg maar functioneren. Nou, die twee dingen maakt u kwetsbaar. Het opportunistische karakter zorgt ervoor dat je een strip TLS slash downgrade attack kunt uitvoeren op dat e-mailverkeer. Dus stel je nou voor, je hebt een hacker, die heeft een man-in-the-middle positie. Nou, dan krijg je natuurlijk eerst hier weer die MX lookup, dat gaat goed. Vervolgens gaat die unencrypted connection, die wordt opgezet. De ontvangende mailserver die stuurt de start TLS capability terug. En de hacker denkt, ja, dat gaan we natuurlijk mooi niet doen. Dus die sloopt de start TLS capability eruit, want dat gaat natuurlijk gewoon over een platte, leesbare plain text verbinding. Waarna de verzendende e-mailserver denkt, oh, ik zie geen start TLS-ondersteuning, dan ga ik gewoon verder met plain text. Nou, dat is natuurlijk handig, want dan kan de hacker de e-mails lezen, aanpassen, manipuleren, whatever. Nou, dat willen we dus niet. Zonder de start TLS-capability, als je die eruit sloopt, dan val je terug naar plain text. Dat is een type aanval wat je zou kunnen uitvoeren. Dan heb je ook nog het probleem met het certificaat. Ja, dus hier zie je eigenlijk hetzelfde plaatje. Maar op het moment dat er wordt gezegd van hey, een TLS connection request, dan kan zo'n hacker natuurlijk ook een ander certificaat terugsturen dan hetgeen wat wordt teruggestuurd door de ontvangende mailserver. En dan zegt de verzendende mailserver, oh, nou, ja, het maakt mij niet uit wat voor certificaat dat we gebruiken, want dat valideer ik niet. Dus dank je wel voor het certificaat. En met die public key ga ik nu berichten naar jou sturen. Nou, dat betekent dat de hacker in de man-in-the-middle positie dat stukje versleuteling gewoon met zijn eigen private key weer kan inzien. En het dan eigenlijk kan doorproxyen weer naar de andere kant. Het resultaat is hetzelfde als zojuist. De integriteit en vertrouwelijkheid van de e-mail zijn niet geborgd. Iemand in de juiste positie op de juiste plek kan dat mailverkeer onderscheppen en manipuleren. Nou, dat willen we niet. Dus gaan we DEN gebruiken. En DEN gebruiken, dat betekent eigenlijk dat je dus zo'n DNS-record gaat toevoegen in je DNS, waarmee een andere partij jouw mailserver-certificaat kan valideren. En zo'n DNS-record, dat noemen we een TLSA-record. Dus een TLSA-record is een DEN-record. En dat zorgt eigenlijk voor twee dingen als zo'n TLSA-record er is. Enerzijds dat je als verzendende mailserver weet dat een partij een beveiligde verbinding ondersteunt. Want je ziet immers in de DNS een TLSA-record staan. Puur de aanwezigheid daarvan is een indicatie dat zo'n verzendende mailserver kan zeggen, hey, ik ga vanaf nu alleen nog maar versleuteld verbinding maken. Dus ik begin niet eerst unencrypted, maar ik ga meteen encrypted. En als dan verkeer tot stand komt, dan heb je ook nog de middelen om met de inhoud van dat record, met een fingerprint, het certificaat te valideren wat aangeboden wordt. Dus daarmee kun jij als owner van het domein ook echt het eigenaarschap pakken van dat certificaat. En zeggen van, hey, maar luister, op het moment dat jij een certificaat hebt die matcht met deze fingerprint, dan garandeer ik dat dat mijn certificaat is en dat ik heel vertrouwelijk ben omgegaan met die public key, et cetera, et cetera.
En op het moment dat je dat doet, dan is je e-mailtransport van server naar server is secure geworden. Nou, dat zie je dan ook terug in het plaatje. Die TLSA records, daar gaan we zo meteen nog heel even naar kijken. Ja, maar je krijgt natuurlijk weer die lookup. Vervolgens komt er een extra DNS lookup waarbij die eigenlijk zegt, nou, doe mij maar het DNS record voor mail.example.nl. Hè, dus het TLSA record wat hoort bij de mailserver. Nou, die komt dan terug. Ah, hier alsjeblieft, dit is het record en daarin staan ook de fingerprints. En daarmee is eigenlijk de basis voor veilig e-mailverkeer tussen die servers is eigenlijk al gelegd. Want dan zie je dat je meteen een TLS-verbinding kan opzetten. En dat je het certificaat wat terugkomt bij puntje 6 kunt verifiëren bij stap 7 met de fingerprint die je hebt gehad uit je DNS-lookup. En als dat gewoon klaar is en oké is, dan kun je gewoon met een TLS-gevalideerde verbinding als het ware gewoon mailtransport hebben, mail versturen. Dus dan hebben we het mail-ecosysteem weer een stukje veiliger gemaakt. Nou, hoe ziet zo'n TLSA-record dan nu uit? Dat eerste stukje is eigenlijk altijd _25._tcp en dan eigenlijk de hostname van je mailserver. En dan het TLSA-record zelf met een usage field, een selector field en een matching type field. En wat daarna volgt, dat is eigenlijk de hashwaarde van de fingerprint van je certificaat. Als we dan naar het usage field gaan kijken, nou, er zijn officieel in de RFC zie ik 4 waarden staan. Maar ik zie ook ergens weer staan in een volgende RFC dat je die eerste 2 niet moet gebruiken. Dus die heb ik hier gewoon doorgestreept, maar weet in ieder geval dat ze er zijn. Je kan 2 type certificaten gebruiken. Nummertje 3, die wat je hier ziet staan, dat is gewoon het certificaat van de mailserver zelf wat wordt aangeboden. En mocht jij een certificaat hebben gekocht of aangeschaft of weet ik veel hoe je dat zegt, verkregen vanuit een PKI-achtige structuur, dan zou je ook nog TLSA-records kunnen creëren voor, niet voor je eindcertificaat, maar voor eentje hoger in de structuur. Tot aan het root-certificaat aan toe. Waarom dat handig is, dat komt zo meteen nog even terug. De selector. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Je hebt 2 opties. De fingerprint die ik hier zie, hoe moet ik die interpreteren? Gaat die over het volledige certificaat, over alle informatie, of gaat die alleen maar over de public key? Nou, wij adviseren public key. Ik kom straks nog heel even terug bij wat tips en tricks. Maar het voordeel daarvan is dat je certificaten, of in ieder geval sleutelparen, wat langer zou kunnen gebruiken. Soms is dat voordelig. Je ziet ook wel eens dat bepaalde certificate authorities dat die een intermediate certificaat vervangen, maar dat de publieke sleutel en de private key daar natuurlijk die daarbij hoort, die blijven hetzelfde. Maar het certificaat wel wordt vernieuwd, het certificaat zelf. Nou, de laatste is de matching type. En die zegt eigenlijk met wat voor hashing mechanisme die hash tot stand is gekomen. Nou, nummertje 0, die heb ik nog nooit gezien in de praktijk, een exact match. Vraag me af hoe dat dan, dat zal, misschien is dat wel een base64 encoded string, dat weet ik niet, want dat kon ik in de RFC zo snel niet terugvinden. Maar wat ik eigenlijk altijd terugzie is de SHA-256. En dat is ook, dit is wat je hier ziet staan, is daar ook een voorbeeld van. Hè? Dat is gewoon een SHA-256 string van een willekeurig iets. Ja, meer is beter hoor ik hier zeggen. Dat kan, je mag ook 512 gebruiken, dat staat in de RFC, dus zou als het goed is inmiddels wel door alle clients gesupport moeten worden. Wat belangrijk is om in gedachten te houden is, op het moment dat je DEN gaat gebruiken, dan moet je ook zorgen dat die altijd kan valideren. Doe je dat niet, dan krijg je een probleem. Dat ga ik zo meteen uitleggen. Hè. Dus zorg ervoor dat er altijd een TLSA-record is waarmee het aangeboden certificaat geverifieerd kan worden. Ja, dus als je een certificate change gaat doen, als je een nieuw certificaat gaat installeren op je mailomgeving, nou, zorg dan voor dat je TLSA-record van het nieuwe stuk, dat je dat op tijd toevoegt. Hè, en hou ook even rekening met je TTL's, hè, dat je genoeg, de DNS genoeg tijd geeft om een beetje verspreid te raken, zeg maar, over het internet. Hè, ik zie nog wel eens dat in een hele kleine omgevingen, dat zo'n
zo'n beheerder of zo'n hobbyist het op zijn heupen krijgt en denkt, nou, vanavond ga ik even Deen in elkaar fietsen. Dus dan wordt alles geïnstalleerd en aangezet. En dan krijg ik een e-mailtje, het werkt niet. Ja, misschien is het een caching issue, moet je gewoon even wachten. En dan is het, tuurlijk. Ja, want dus als je zit te debuggen, dat weten jullie bijna allemaal. Het is altijd iets lulligs waar je niet aan gedacht had, maar wat je eigenlijk wel wist. Ja, dus dat soort dingen, dat kom je gewoon tegen. Maar je moet dus zorgen dat je een soort rollover scheme hebt. Om van het ene certificaat te wisselen naar het andere certificaat. En een rollover scheme is eigenlijk in twee smaken. De eerste smaak noemen wij dan current en next. Dat betekent, je hebt twee TLSA-records in je DNS-zone staan. Eén die een hash heeft van de public key van je huidige certificaat, wat nu aangeboden wordt. En één van het nieuwe certificaat. Nou, je hoeft dan niet per se al het hele certificaat te hebben. Wat je ook kunt doen, is dat je al een certificate signing request maakt. Daar staat die public key namelijk ook al in. Dat je daar de public key uithaalt, dat je die alvast in je DNS zet en de eerstvolgende keer dat je het certificaat gaat vernieuwen en je zou je certificate signing request naar je beheerder sturen of naar de CA sturen, dan krijg je netjes een certificaat met die public key. En dan heb je je DNS al geborgd. Wat ook kan, is dat je een certificaat of een TLSA-record erin zet met een hash. Natuurlijk weer van het certificaat wat de mailserver aanbiedt, maar ook van een certificaat iets hoger in de structuur. Ja, dus van de issuer, een intermediate certificate of een root certificate. Ja, waarbij onze voorkeur wel uitgaat naar, doe maar zo hoog mogelijk. Ja, want die root certificates die veranderen niet zo snel, maar die intermediate certificates die willen ze nog wel eens wisselen. Ja, Let's Encrypt heeft dat pas nog gedaan. Dus dat maakt het dan wat makkelijker. Ja, nou ja, DigiNode daar is ook een van de voorbeelden waarom je misschien wel op dat hogere niveau zou willen pinnen, als het ware, en niet op een te laag niveau. En dit zorgt er eigenlijk voor, zo'n issuer TLSA record, dat je het aangeboden certificaat dat toch nog valideert. De nieuwe die je neerzet, mits die uit diezelfde, bij datzelfde root certificate vandaan komt. Dat is natuurlijk het meest veilig. Die is natuurlijk, ik noem dat, dan pin je als het ware het meest, hoe zeg je dat, het meest tight. Want dat zegt echt iets over jouw certificaat. Anders moet je er maar vanuit gaan dat je sowieso altijd in een soort PKI-context blijft hangen. Want Deen biedt natuurlijk ook de mogelijkheid om die hele CA-wereld zo, doei. Maar er zit te veel geld denk ik achter, dus dat gebeurt niet zo heel erg snel. Dat zal waarschijnlijk ook wel de reden zijn dat het in browsers nog niet zo populair is. Ja, want volgens mij wordt er wereldwijd een hoop geld verdiend met certificaten. Maar dat zou inderdaad dan een argument zijn om altijd zoveel mogelijk toch dat eindcertificaat te willen gebruiken. Nee. Kom ik zo meteen op terug. Ik weet niet of het op deze slide staat of op de volgende, dus je bent me net voor. Even wat tips, want jullie gaan straks naar huis. Je bent enthousiast geworden en je denkt, ik ga Deen fixen. Nou, dan moet je hier even rekening mee houden. Deen is bedoeld voor het MX-domein. Dus als jij een domein hebt waarbij je gebruik maakt van de MX-server van je provider, dan moet je je provider achter de broek aan zitten, dat zij zorgen dat die domeinnaam, zeg maar, die mail.provider.nl, dat die gesigned is. Nou, dat net al uitgelegd, hè. Gebruik bij voorkeur je public key, selector type 1, in plaats van het volledige certificaat, omdat daarmee het hergebruik van sleutelmateriaal mogelijk is. Time to live hadden we een beetje voorbij zien komen. Zorg dat die niet te groot is. Zeker als je er net mee begint, zet hem lekker laag. Als je dan iets fout doet, dan duurt de ellende hooguit een half uur tot een uur. Kan heel makkelijk zijn. Doe je een rol over, zei ik net ook al, bij voorkeur het root-certificaat. En wat belangrijk is om in gedachten te houden, Deen werkt gewoon met een self-signed of een verlopen certificaat. Entity certificates, dus het eindcertificaat wat daadwerkelijk op je mailserver is geïnstalleerd, dat hoeft qua naamgeving niet eens te matchen, als die key maar gewoon matcht. Ja, dat is waar Deen naar kijkt. Maar, als jij een intermediate certificate
hebt gesigned, dan moeten die namen wel gaan matchen. Want anders is het te gevoelig voor fraude. Dan kunnen hackers daar te makkelijk misbruik van maken. Hoe bedoel je de expiry check van wat? Nou, anders zou, als ik dus een zeg maar, intermediate of een root-certificate neem, TLSI-record, ja. Dan zou dus iemand zeg maar, met een gestolen certificate ja, precies. Ja. Een jaar geleden ja. Kunnen komen. Ja. Ja, vind ik een goede vraag. Ik denk dat het niks uitmaakt, maar ik ga het nakijken voor je. Dus doe mij een plezier. Straks komt een e-mailadres voorbij. Ja. Stuur daar even een mailtje naar, dan kan ik erop terugkomen. Want het lukt me nu niet om dat uit te vogelen, maar ik verwacht dat het niks uitmaakt. Omdat je nog steeds die match op die key natuurlijk hebt. En ja, de basisregel bij certificatenbeheer is dat je voorzichtig moet omgaan met je sleutels. Ja, of je moet een warning de wereld insturen van, hey, deze moet je niet meer vertrouwen. Ja, maar dat werkt dus niet. Nee, als je dat niet gezien hebt, dan zou het mis kunnen gaan. Ja. 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 En ja, we laten keys expireren juist omdat we weten dat er A wel eens een ongelukje gebeurt. Nee, precies. En dat we ook niet weten of er een ongelukje gebeurt. Ja, ja, ja. Ja. Dus, nou, vind ik een goede vraag. Als het technisch zo werkt, dan is dit gewoon iets om mee te nemen. Wat hier staat, daarvan weet ik in ieder geval dat het zo is. En de vraag die jij nu stelt over dat intermediate root certificaat, met hoe zit het dan met de expiry daarvan? Dan moet ik even nakijken. Krijg je de aftrekpunten voor? Waarvoor? Internet.nl test. Als je een hogere hiërarchie certificaat gebruikt, terwijl je end-to-end certificaat verlopen is. Volgens mij niet. Volgens mij niet. Volgens mij niet. Maar dat. Moet ik ook even checken. Daar zit ook een bepaalde samenhang tussen al die testonderdelen. DNSSEC, heb ik natuurlijk al eerder gezegd, is een vereiste om dit geheel veilig te laten gaan. Daar moet je heel alert op zijn dat die signing goed is. Want heel veel problemen met DNSSEC en overigens ook met andere mailstandaarden zoals DKIM, die ontstaan als gevolg van fouten in de DNSSEC. Wat veel voorkomt, is dat... even kijken, waar staat hier? We hadden _25._tcp.mail.example.nl. Een voorbeeld wat ik heel veel zie, is dat een no-error response terugkomt, hè, met een DNS lookup op _25.pub. Maar dat er een NX domain response terugkomt op eentje hoger in de structuur, hè, _tcp.mail.example.nl. En als je dan toevallig een e-mail of een resolver hebt die doet aan Qname minimization, dan gaat het fout. Want dan zegt hij eigenlijk, ja, maar wacht even, als _tcp.mail.example.nl niet bestaat, dan bestaat alles wat eronder zit ook niet. Dan kan die je DNS-record, dan kan die dus je DNS-record niet ophalen en dan kan je mail dus niet, je certificaat niet valideren. Hè? En ook in een niet-DNSSEC-context geldt dit eigenlijk. Want dat staat in die iets kleinere regel in die RFC 8020. Daar staat namelijk ook letterlijk in. Een NX domain response means that all the names under it do not exist. Ja, dus dat is iets om rekening mee te houden. Maar ik kom het heel regelmatig tegen in de DNSSEC context. Ja, want daar is zelfs expliciet proof of non-existence voor de parent, zeg maar. Hè? Dus voor _tcp. Onze DNSSEC-check van internet.nl, wij kijken naar het SOA-record, omdat we weten dat dat altijd bestaat en ook conform RFC verplicht is. Ja, precies. Het is een ander record. Nou, wat je nu wil, je wil nu dat je gewoon je TLSA-record zelf, dat die gewoon correct gesigned is, maar dat ook de lookup van iets hoger in die structuur van dat pad, dat gewoon goed werkt. Dat doen wij in ieder geval wel. Ja, of Deen zelf dat doet door naar SOA records te kijken, dat durf ik zo niet te zeggen. Dat staat vast in de RFC, maar dat zijn meestal niet de documenten die even lekker weglezen onder de sfeer van een gezellige schemerlamp, zal ik maar even zeggen.
Nou, waarom is dit allemaal belangrijk? En dat is het laatste. En dan kom ik even terug op de vraag die daar zojuist werd gesteld. Als er een TLSA-record wordt aangetroffen en het valideert niet, dan is er geen fallback. Niet naar Start TLS en ook niet naar plain text. En daarom was het zo belangrijk dat ik straks zei met dat rollover scheme, je moet zorgen dat het altijd iets is waardoor die valideert. Want als je het aan hebt staan, als beide kanten het aan hebben staan en het valideert niet, dan komt je mail niet aan. Dan wordt het transport gewoon geweigerd. Dat is iets anders dan wanneer je Deen hebt geactiveerd op je mailomgeving en je gaat praten met een omgeving die überhaupt geen TLSA-record heeft. Want dan valt die wel terug naar Start TLS. Hebben de grote zendende partijen het al aanstaan? Nog niet, want bijvoorbeeld Microsoft, daar zitten we nu een beetje op te wachten. Ze zouden al iets eerder dit jaar klaar zijn voor een Office 365-omgeving, maar de verwachtingen zijn nu dat ze het... Nou, ze zullen het gefaseerd gaan uitrollen, maar dat ze in december van dit jaar daar een eerste stap in zullen zetten. En dat wordt dan heel leuk in dat grafiekje, want we zitten nu op 3 miljoen. Maar als Microsoft hun MX-records natuurlijk gaat signen, dan is ieder domein wat gebruik maakt van... Dat gaat dan meetellen in de statistieken, dus dan krijgen we zo'n grafiekje en denk je, krijgen we zo'n punt omhoog. Ja. Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ja, we gaan het meemaken. Ja. Nee, doen ze ook nog niet. Nee, ze doen nu beide kanten. Microsoft bijvoorbeeld doet nu beide kanten niet. Hè? Want je hebt het TLSA-record wat je publiceert. Daar heb je zelf niks aan voor je inkomende verkeer. Ja, dat heb je alleen maar voor als een ander verbinding gaat maken met jou. Zodat zij het certificaat wat jij aanbiedt kunnen checken met het TLSA-record wat jij in je DNS hebt gezet. Ja, maar er zijn altijd twee kanten aan de medaille. Je moet natuurlijk ook je mailomgeving zodanig configureren dat die DNS-checks gaat doen... De andere kant op. Maar Google dat niet doen? Google kan het wel, maar dan heb je daar een apart een andere MX-record voor nodig dan de default. En het frustrerende wat ik eraan vind, is dat Google dat niet openlijk documenteert. De mail die Google verzet. Als ik met mijn Gmail mail, yeah. Zegt Google dan het hele gaat? Dat weet ik even niet. Nee, maar goed, daarom bestaan wij. Hè, want het feit dat Microsoft dit gaat implementeren, is dat er dus vanuit de Nederlandse overheid, in samenwerking van heel veel partijen, jarenlang druk is gezet, ook door gebruikers, van hé, wij willen dit graag hebben. Hè, dus de enige manier om dat soort grote partijen op de knieën te krijgen, is door te proberen iedereen te enthousiasmeren en om iedereen te laten bellen naar zijn provider en zeggen, ik wil een Deen-record. Daar kom ik zo meteen nog even terug. Maar dat zie je wel, omdat die natuurlijk vele malen makkelijker is om te implementeren. He, want daar heb je geen DNSSEC voor nodig. He, die werkt ook gewoon zonder DNSSEC. Nee. Ja, precies. Ja. Dus heel even, dit moet je gewoon goed in je oren knopen. Als je Deen record niet valideert, je TLSA record, is er geen mailverkeer. Nou, daar is die. MTA-STS. Concurrent, ja, ik weet niet of je het zo moet noemen. Internet.nl doet er niks mee. Vanwege een aantal redenen. Hij staat niet in de comply or explain list van forum standaardisatie. Ook het NCSC zegt er niks over. Hè. Zij zeggen, wil je veilig mailtransport, gebruik dan Deen in hun white papers. Maar als je gaat kijken in de RFC van MTA-STS, dan zie je dat ze ook daar aangeven van ja... Deen is veiliger. Het heeft met een aantal dingen te maken, met een trust on first use. Want je krijgt dan weer in een geautomatiseerde context een certificaat moet je valideren om dat bestand op te halen. Dus het is gewoon minder veilig. En wat je dus vooral dus ziet, dat het gebruikt wordt met voor domeinen die nog geen DNSSEC hebben. He, omdat ja, de voorwaarde van Deen is dat je DNSSEC hebt en voor MTA-STS geldt dat niet. Dus ja, wij zijn voorstander van Deen. Ik denk met goede reden. En als ik zelf gewoon naar de details kijk, dan denk ik ja, er zijn nu maar een paar grote jongens die MTA-STS gebruiken. En als je kijkt naar de statistieken, dan spreekt dat ook alweer.
redelijk voor zich. Dus het is erkend dat MTA-STS niet hetzelfde beveiligingsniveau biedt. En wat extra uitdagingen met zich meebrengt. Dus als je al DNSSEC hebt, dan is het helemaal gek om geen Deen te gebruiken. Want dan heb je die veilige basis om Deen goed te laten functioneren. Die heb je dan eigenlijk al. Ja. Ja, precies. Ja, maar die hebben dus ook het voordeel dat die lijst altijd up-to-date blijft, omdat ze heel veelvuldig contact leggen. Maar als jij één keer iemand mailt en over een jaar later nog een keer, dan loop je tegen dat caching-issue aan. Ik denk alleen dat het qua volume is dat deze standaard. Ja, dat zou kunnen, dat weet ik zo niet. Ja, ja. Qua volumes wint deze. Ja, ja, ja. Maar goed, als dadelijk Deen ook geactiveerd is, dan zou dat zomaar eens kunnen veranderen. Dat was hem eigenlijk. Dit was Deen. Dus wie gaat er straks meteen aan de slag? Kijk, hoppakee. Kijk eerst even naar je TTL, hè? Want anders ga je mij mailen en dan heb je gewoon niet lang genoeg gewacht. Nee, ja, maar mocht je vragen hebben, dan kan dat nu nog. Ik zie hier, we hebben nog 8 minuten. komen er later nog vragen op, mag dat natuurlijk ook via de mail. Ik zie daar nog een... Ja? Nee, weet ik zo niet. Zou ik wel eens kunnen vragen, maar... Ik heb namelijk de indruk dat mensen sneller de test doen dan wat jullie doen. Oké, dus ja. Ik ben wel benieuwd. Heb je ons gewoon zitten vergelijken, joh? Nee. Ja. Nee, ja, weet ik niet. Weet ik niet hoe zij dat... Ik weet niet wat het volume is. Heeft vast ook met de provider te maken. Volgens mij zijn we wel dezelfde provider namelijk. Zitten ze ook wij zitten bij ProLocation. Volgens mij zitten zij ook bij ProLocation namelijk, dus... Geen idee of waarom dat sneller zou gaan. Kun je de vraag even herhalen, want ik kon het niet horen. Oh, de vraag was of de variant van de Deense vrienden, hè, die een eigen instance van internet.nl hebben gebouwd, waarom die sneller lijkt te zijn dan internet.nl. Maar dat weet ik niet zo goed. Ja, ik weet vooral veel van internet.nl en heb toegang tot alles wat er achter internet.nl gebeurt. Hè. Dus wat ik niet weet, weten mijn collega's, maar... Van onze Deense vrienden weet ik heel weinig. Je had nog een vraag? Ik heb een vraag over het plaatje met de man in the middle de man, de eerste of de tweede? Allebei, want volgens mij mis je daar, zeg maar... Mis ik iets? Ja, hier is de man in the middle tussen de mailserver en de mailserver. Ja. En dat is hartstikke helder. Maar ja. Het volgende plaatje... Ja. Heb je nog steeds tussen de mailserver en de mailserver? Ja. En dan... wordt dat opgelost door Deen te gebruiken. Alleen hier wil je dan de man in the middle attack doen tussen de root domain server en de andere DNS server. Zodat je een man in the middle DNS server ertussen zit. Nee, maar je hebt toch DNSSEC, dus dat zou niks moeten uitmaken. Eigenlijk moet in dit plaatje ook het DNSSEC plaatje compleet. Ja, oké. Ja, nee, ik zou in de analyse, in de breakdown, zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, hier loop je ook risico en dan kun je dat DNSSEC ook nog uitbeelden, bedoel je? Ja, oké. Daar heb ik nu niet voor gekozen, omdat ik wilde focussen op dat transport en ik DNSSEC nu even positioneer als een vereiste. Maar ja, nee, het verschil tussen DNS en DNSSEC kun je ook uitdrukken in een achtig plaatje zoals dit, zal ik maar even zeggen. Ja, dat kan, maar daar heb ik nu niet voor gekozen. Ja, heel mooi geregeld. Zeker, zeker. Ja. Ja. Ook ze hebben die incentives, hè, dat je dus dat die providers die krijgen korting als ze veel DNSSECjes op de .nl zeg maar, aanzetten en ook nog voor andere standaarden. Dus nee, ze proberen dat ook echt wel te stimuleren. Het is ook een partner in crime van internet.nl, zeg maar. Ik lees wel ergens bij de schijnlamp. Hoe gezellig. Moet je NS-records aanmaken. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Nou, dank voor de toevoeging. Heb je toch mooi je eigen vraag beantwoord. Lang leven RFC's. Nog meer vragen? Hoe zit het met de ondersteuning van mijn steelserver zelf? Wat ik weet is dat Postfix het wel ondersteunt. Ik ben zelf een Postfix gebruiker. Exim kan het ook.
Exchange bijvoorbeeld, dat is natuurlijk hier een heel vies woord, maar ik ga het toch gebruiken. Die doet het native niet. Dus, en dat is denk ik een poging van Microsoft, want ik heb een aantal, ik ben freelancer, ik heb een aantal klanten die daar wel eens naar gevraagd hebben. Maar je kan het niet met Exchange. Exchange ondersteunt ook die validatie überhaupt niet. Dus je kan wel een TLSA-record publiceren, want dat staat los van je Exchange. Maar valideren, dat lukt gewoon niet. Ik denk dat dat gewoon een beetje een smerig trucje van Microsoft is om iedereen zoveel mogelijk naar die cloud te krijgen. Om die beweging te stimuleren. Maar we houden op de wikipagina, even kijken, van mijn collega Bart. Dat is de eerste link die hier ziet staan. Daar staat volgens mij ook een lijstje met mailservers of appliances die ondersteuning bieden voor Deen. Maar de meest bekende in de open source context, dat zijn voor mij de Postfix en de XM. En daarvan weet ik dat ze het kunnen en doen. Sendmail? Dat weet ik niet. Denk het, weet ik niet. Weet ik niet. Eentje terug? Ik zie het. Ja. Nou, ja. Nou, goed opgelet. Waar is dat kratje bier? Iemand? Nee, oh ja. Oké. Nou, dat was hem. Dank je. Yes. Kijk, lekker. Dank je.